vaker gedaan. Dat is vals spelen, hè? Gewoon goed luisteren naar. Dat is een baan, dat bedoel ik mee. Zeg maar een mooie bal. Je hebt een stroom van ongeveer 45 meter. Peter Branger is directeur van Rotterdam Topsport, maar voor altijd de man die met de lange mannen goud won in 1996. En ik weet van je, je wordt doodziek. Van dat verhaal of niet? Nou ja, ziek is natuurlijk overdreven. Maar op een gegeven moment is, joh, het is bijna 25 jaar geleden. Hè? Anderzijds, één keer per jaar mag je het benoemen. Dus nou, volgens mij heb je die beurt al verbruikt. Maar als je nu tussen die Olympische sporten staat, hè? Noeska en Dwayne. Ja. Ben je dan toch die sportman of ben je de directeur van Rotterdam Topsport? Ja, nou ja, primair natuurlijk directeur Rotterdam Topsport. Anderzijds, ja, ik ben ook wel een beetje jaloers op ze dat ze nog in die leeftijdscategorie zitten, dat ze naar zo'n Olympische Spelen toe kunnen. Maar ook wel het besef van ja, hoe moeilijk het zou zijn om eerst naar een doel te streven. Eigenlijk zou nu de Olympische Spelen in Tokio beginnen. En je moet nog een jaar wachten met ook nog alle onzekerheid die er is of het allemaal wel niet doorgaat. Nou, het geval van Noeska en Dwayne nog moeten kwalificeren zelfs voor de Olympische Spelen. Het is gewoon heel ingewikkeld. Als topsporter ben je toch gewend om van toernooi naar toernooi met een hele heldere planning. En door corona is die hele planning weggevallen. Dus er zit heel veel onzekerheid in. Ja, het is bijna onvoorstelbaar dat jij zoiets hebt meegemaakt. Dat je je focus ineens compleet moet verleggen. Ja, heb je ooit iets dergelijks? Bij ons ging het niet verder dat er eens een keer een bus niet kwam opdagen als we naar een wedstrijd toe moesten rijden. Toevallig was dat de Olympische finale in Atlanta. Maar goed, dan echt gebeurd? Ja, echt gebeurd. Maar je moet wel eens wat improviseren. Ja, we zijn met drie van die E-team busjes uiteindelijk naar het stadion gereden. Waarvan er ook nog één de weg kwijt was. Want ja, die chauffeurs kwamen niet uit Atlanta. Dus je moet als topsporter wel een beetje improviseren. En we hebben natuurlijk onderweg wel eens een keer een vluchtje gemist, et cetera, et cetera. Of een koffer die niet aankwam. Maar goed, dit is natuurlijk een ander scenario, een heel toernooi. Of het kwalificatietoernooi van Noeska. Het was gewoon al begonnen, het OKT-boksen. En dat is gewoon tijdens het toernooi is het gecanceld. Maar die coronacrisis heeft ook jouw eerste jaar als directeur in deze rol behoorlijk in de war geschopt. Wat is het belangrijkste eigenlijk wat er veranderd is voor jou? Ja, nou ja, zoals bij ieder eigenlijk is gebeurd, kwam corona ineens op ons af. We dachten nog in december, januari dat het een beetje de ver van je bedshow was. Dat het alleen in Azië zat. Maar ja, goed, langzamerhand het kwam naar Italië. Dan zit het in Europa. Ja, ik dacht in maart, begin maart, nou, ik ben nu 6 maanden bezig. We hebben het allemaal redelijk op een rijtje. Een nieuw ambitieplan gepresenteerd. Nou, en toen kwam corona. En die eerste maand na de uitbraak en de lockdown en alle problemen die dat met zich meebracht. Ja, dat stond natuurlijk niet in de functieomschrijving van de directeur Rotterdam Topsport. Maar we hadden er wel mee te maken. Heel veel evenementen die werden geannuleerd. We hadden Pro League Hockey. Australië en Nieuw-Zeeland konden niet invliegen, want daar was natuurlijk al ellende. We hadden een OKT Waterpolo, het zwembad Zuidplein staan, waar de Nederlandse mannen zich zouden gaan kwalificeren. Handbal Interland, Nederland-Spanje, de rematch van het WK. Een NK-turnen. Ja, het is allemaal geannuleerd. En dan leven jullie ook voor een groot deel van bijdrage van sponsoren die je juist op die evenementen wil zien, die je wilt helpen, die je wilt faciliteren. Ja, ja. Wat betekent dit eigenlijk op lange termijn? Nou ja, ook daar hebben we natuurlijk geïmproviseerd en mede met uitzendingen zoals we nu ook aan het maken zijn, hebben we natuurlijk gepoogd om met hun in contact te blijven. We hebben sowieso alle partners van Rotterdam Topsport ook gebeld. Nu in deze tijd gaan we daar ook wel weer op bezoek, want je merkt toch dat dat ook alweer langzamerhand wat meer kan. Ja, je gaat op zoek naar nieuwe initiatieven en dat is veel online geweest. Online meetings, sponsor meetings, allemaal hartstikke leuk ontvangen trouwens. Veel topsporters er ook bij betrokken bij die online meetings. Maar ja, natuurlijk anders dan dat we gewend waren. Want normaal gesproken zat het rondom evenementen, mooie sport. Daar maakten we heel mooi de verbinding tussen het bedrijfsleven en de topsport en de raakvlakken en ook de grote verschillen. Ja, daar lag ook de kracht. Dus dat hebben we de afgelopen maanden wel gemist. Dan de plek waar we nu samen zijn. Michael Koster zegt net, je merkt dat deze mensen topsporters zijn. Of in ieder geval zijn geweest. Ja. Die kunnen gelijk die bal goed raken. Ja. Geldt dat ook voor jou, Peter? Nou, weliswaar wat minder mobiel. Maar nou ja, ik heb al gepoogd om iets te golven. Wij kregen ooit na de Olympische Spelen van Atlanta een golfsetje cadeau van de sponsor. Dus ja, dan ga je ook wel een beetje aan de gang. Ik moet zeggen, mijn balvaardigheid ligt meer boven de schouders dan eronder. Daar ben ik wel achter. En die bal was ook iets groter. Maar goed, hem een beetje raken, dat lukte allemaal nog wel. Het is gewoon lekker om buiten te zijn. He, nu ook, ondanks het feit dat het een beetje sputtert en zo. Maar je bent buiten, frisse lucht, allemaal groen om je heen. Ja, het is gewoon lekker. Ik ben wat dat betreft een indoorsporter puur sang geweest.
Maar het is ook wel lekker om wat buiten te doen. Dus dat heb ik na mijn carrière wel anders opgepakt.